Ja, daar gaan ze. Ik vind het een hele leuke club. TVA is de triathlonvereniging van Almere. TVA is een hele gezellige club waar je kunt zwemmen, fietsen en hardlopen. Die zich zowel richt op de breedte sporten als op de topsporten. Dus we proberen eigenlijk iedereen van dienst te zijn. Of je heel hard en heel snel kunt sporten of dat je gewoon voor de gezelligheid komt. Alles kan met de TVA. Mijn vrouw en beide kinderen doen ook mee. En ook ja, met name de kinderen hebben het erg naar de zin hier zo op de vereniging. Dus ja, dat maakt het dat we voor bij de TVA trainen. Nou, ze organiseren al heel veel leuke dingen voor de kinderen en voor de anderen. En voor gewone mensen. Bijvoorbeeld een jeugdkamp of een trainingskamp. En allemaal andere dingen. Waar de vereniging denk ik heel trots op kan zijn, is op een hele grote jeugdvereniging. Wij hebben zeker in vergelijking met de andere triathlonverenigingen in Nederland hebben we een heleboel jeugdleden. Een derde van onze vereniging is jeugd. We hebben een heleboel jonge aanwas. Uiteraard sporten die, maar we doen daaromheen ook een heleboel andere leuke dingen. We gaan 's winters met ze schaatsen, we gaan op kamp, we doen spelletjesavonden. Dus ook daarvoor geldt dat het een hele gezellige vereniging is. En daar zijn we heel erg trots op. Ik vind het een hele leuke club waar ik heel veel uit kan halen. Waar ik ook heel veel voor doe. Dus, en dat zit ik al jaren bij. Dat valt heel goed. Gelukkig hebben we binnen de vereniging ook een hoop talenten. Zowel wat oudere talenten die bij de grote wedstrijden al op de podia staan. We hebben ook jeugdleden die hard op weg zijn om daar te komen. Die zijn ook geselecteerd voor het RTC, het regionale triathloncentrum. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Jarre van Woersum en Sharon Zuidervliet. Die doen dit jaar al mee, trainen heel veel. Die staan ook bij NK's op podia. Daar zijn we ontzettend trots op. En achter hen zie je ook al jongere jeugdleden die zich warm lopen. Waarvan ik verwacht dat ze eigenlijk volgend jaar opgenomen worden in het RTC. En die eigenlijk een vlaggetje kunnen overnemen. Daar zijn we als vereniging best trots op dat we dat hebben. Het is vooral een gezellige vereniging. Die ieder op zijn eigen niveau laat sporten. En ook voldoende uitdagingen biedt voor de doorsnee sporter. De triathlonvereniging Almere die organiseert ook een aantal wedstrijden. Die hebben wij gebundeld in het Almere triathloncircuit. Het Almere triathloncircuit dat zijn 5 wedstrijden die in het voorjaar plaatsvinden. En allemaal met triathlon te maken hebben. Allemaal verschillende combinaties. Dat zijn wedstrijden niet alleen een triathlon, maar er zit ook een zwemloop bij. Er zit een hardloopwedstrijd bij. Er zit een tijdrit bij op de fiets. We hebben natuurlijk verschillende afstanden. We hebben een mini voor de jeugd, dat is echt een hele korte afstand. En toch tot de Olympische afstand. En eigenlijk voor iedereen is er wel een afstand. Als je in alle wedstrijden meedoet, dan krijg je punten voor het totale circuit. Maar je kunt ook aan losse wedstrijden meedoen. Nou, we doen het nu voor het 5e jaar. En wat we merken is, het wordt steeds groter, steeds landelijker. Ook af en toe internationaal. Een heel gezellig en ook succesvol circuit. Als je ons nou een keer gezien hebt op een wedstrijd of op een training en je denkt, goh, dat is ook wat voor mij. Kom gewoon een keer langs. Je mag een maand met ons meetrainen, je mag mee zwemmen, je mag mee lopen, mee fietsen. Allemaal tegelijk. Je mag ook voor 1 discipline eerst kiezen. Geheel vrij blijven, dan kan je de gezelligheid bij ons meemaken. Je kan kijken wie er nog meer trainen, hoe we trainen. En als je het dan leuk vindt, dan word je na die maand word je lid. Wat we ook hebben, is een soort instap triathlon elk jaar. We organiseren onze eigen wedstrijd. Dan kan je begin van het jaar meedoen. Dan train je eigenlijk naar onze eigen triathlon, de quadriathlon toe. In juni is die meestal. En eigenlijk alle mensen die dat gedaan hebben, die zijn na de tijd gewoon lid gebleven. Die waren gelijk verkocht. Nou, ik heb 19 jaar geleden de hele gedaan. En sinds die tijd ben ik altijd lid gebleven. Inmiddels bestuurslid. Ik doe veel met jeugd. Dus ja, ik draai al heel lang mee. Het bevalt nog steeds. Ik vind het een erg leuke club om met elkaar eigenlijk iedere dag van de week wel met sport bezig te zijn. En daarnaast zijn er een heleboel andere manieren om kennis te maken met onze vereniging. Vaak via scholen, via Egnaton of andere scholen. Als je meegedaan hebt met de scholieren triathlon van de hele en je komt erna lid. Of via een kliniek die wij op scholen verzorgen. Er zijn genoeg mogelijkheden om eens kennis te maken met onze vereniging. Je bent altijd van harte welkom.